Het gaat steeds beter met de arbeidsmarkt in onze provincie. De economische groei is hier zelfs twee keer zo groot als landelijk. Blijkt uit cijfers van het UWV. De komende twee jaar komen er vooral in de regio's Zuidoost-Brabant en Helmond-Tepeel meer banen. Dat komt mede door de groeiende industrie. In West-Brabant is de groei het kleinst. Dat komt door de sluiting van sigarettenfabriek Philip Morris. Maar het heeft er ook mee te maken dat de bevolking daar niet zo hard groeit. En dus kopen mensen minder boodschappen, minder spullen en gaan ze minder uit. Hierover praat ik verder met verslaggever Jacqueline Hermans op de redactie. Jacqueline, meer banen dus, maar dat geldt natuurlijk niet voor alle beroepen. Waar zit de groei vooral? Nou, vooral de hoger opgeleide Brabander zal uh, uitzicht hebben op een baan. In het algemeen kun je sowieso stellen dat als bedrijven groeien, zij het liefst in eerste instantie een flexibele kracht zullen willen inhuren. Daarnaast uh, meer de specialistische zakelijke dienstverlening. Dus dan moet je denken aan architecten, bureaus, uh, ook omdat de bouw uh, weer beter uh, draait. Maar ook uh, bijvoorbeeld uh, financieel uh, specialisten, uh, notarissen. Uh, dus in ieder geval uh, specialistische zakelijke dienstverlening. Ja, daar zit dan allemaal groei. Maar welke banen staan er onder druk? Nou, je hoort het al, hè, de bouw werd even genoemd. In um, zes jaar tijd is daar een kwart van het aantal banen verdwenen. Maar die sector zit in de lift. De zorg is moeilijk en uh, blijft wat moeilijk. Maar in ieder geval denkt het UBV dat volgend jaar wat minder dramatisch zal zijn. Uh, lastig is en blijft het voor mensen die werken bij banken of in de verzekeringen. Overal zijn er dus meer banen. Overal is de groei. Maar betekent dat dan ook dat er minder mensen in de WW zitten? Dat zou je denken, maar dat is niet zo. Dat aantal blijft stabiel. Dat heeft ermee te maken dat ook steeds meer mensen op zoek zijn naar een baan. En dat komt onder meer door het feit dat we met z'n allen langer moeten werken voordat we met pensioen kunnen.